En je komt nou wel op en op de vlog, hè, bij mij, hè? Op en op YouTube, hè, dat weet je. Goeiedag! Hi! Ja, goed zo! Yes? Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag... En Ilona! Het is vandaag... 16 juli. Zaterdag 16 juli 2022. En de tijd is nu bijna 2 uur in de middag. Ja, en Ilona die gaat de vlog zo meteen overnemen. Jee, top. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, en dan mag jij ook wat zeggen, hoor, schat. Oh, nou, goedemiddag. Wij gaan spontaan een dagje weg, want wij wisten niet dat er een visfestival was in Den Hoever. Dus we gaan jullie meenemen naar de vismarkt in Den Hoever. Maar omdat Karin aan het rijden is, zoals u kan zien, moet ik even de camera, daar ben ik niet zo goed in, hè. Dus ik moet even dus opletten hoe dat allemaal werkt. Mag je vaker doen. Oh, even wachten. Mag je vaker doen, Milo? Nee. Let op, hè. Tudu. Kijk eens hoe mooi. Ja, ik ben nu aan het filmen, ja. En je komt nou wel op en op de vlog, hè, bij mij, hè? Op en op YouTube, hè, dat weet je. YouTube? Ja, nu wel. Altijd goed. Altijd goed, hè? Laat hem eens even horen dan. Laat hem eens horen. Wat wil je horen? Jou? Wat ding? Mij? Nee, en dat ding. Dan gaan we het anders doen. Oh, wow. Leuk. Chill. Kijk, nou hier zijn we dus. En we gaan eens even zo meteen eventjes kijken wat er nog meer te beleven is. En er wil ook nog iemand anders op de vlog. Kijk, is handig. Hè? Huh? Gezellig nou, hè? Ja, toch wel? Hé. Hey. Ja. Oké, okay, doe je goed. En jij bent er al geweest? Ja, ik heb een droom, hè. Nou, toch wel, hè? Oh, ja. Ja. Nou, precies. Ga je allemaal even kijken. Doen we ook zometeen. Ja, precies. Een koor aan het zingen, oké. Zo, trappetje op, jongens. Burger, een trappetje op. Klinkt wel gezellig. Ja, klinkt heel gezellig. Of niet dan, Ilona? Nou. Zo, we kunnen ook weer naar beneden. Dit is een hele brede trap, ja. Nou, waar gaan we naartoe? Kunnen we hier naar beneden, daar naartoe? Ja, want dan kunnen we er zo omheen, anders dan... Wordt het helemaal drama, zeg maar. Ja. Maar we gaan lekker naar beneden. Breed trappetje. Ja. Dus, maar we gaan jullie gewoon weer lekker meenemen. We, inderdaad, nu gezegd. Yes. Ja, ik zou zeggen, lekker kijken. Want dan krijgen we meteen de markt. Ja. Markjes zijn altijd leuk.
Oh, je had hier dus ook kunnen parkeren als het plek zou zijn. Ja. Ja. Moet je ook maar net weten. Nou ja, dan moet het dan maar net heen weg zijn, hè? Ja, hier, precies hier. Ja. Moet je ook maar net weten. Ja, omdat wij nu vrij laat zijn, ja. Dan heb je wel kans dat er af en toe een weg gaat. Ja, precies. Nou, we gaan even de markt op en we gaan... Als we jullie wat kunnen laten zien, dan gaan we dat zeker doen. Oh, en jij wil je met mij een cocktailsaus? Cocktailsaus, lekker! Oeh, broodje genaamd. Zit je op het leugenbankje? Ja. Nou, de dames die zitten er leuk op. Ja. En lekker met die lonen nog steeds op de markt, hè? Allemaal leuk. Allemaal leuke dingetjes. Ga je straks op het bankje zitten, moet je wel een leugen vertellen. Hoe zei dat nou? Dan moet je op het bankje gaan zitten, dan moet je een leugen. Ja, precies. Ja. Maar het is inderdaad een hele grote markt voor de Louvre, ja. Heel leuk, een grote markt. Ah, ook heel veel verschillende dingen. Ja. Daar is ook al, het is ook niet koud, het is niet warm, het is lekker nu. Ja, het is echt lekker. Het is heerlijk. Lekker woordjes, lekker vader worden. Eén maandje en een na zo'n pakje. Ook 20 euro en voor zo'n tasje. Nou, nu niet, dan niet, nooit niet. Dit is wel mooi gemaakt, maar de vakjes en die heel mooi gemaakt. Dank u wel. Heel leuk. Oh. Ik dacht dat het goed was. Altijd. Ja, daar ben je ook. We zijn een dagje op het drogen. Oh ja, dat is mooi. Ja. Wil jij die vak dan? Ja, ik ga vak niet voor je. Nee, Lona, die is wel uit. Ja, er is toch maar één iemand die dit soort dingen doet. Lijkt mij. Ik weet niet. Welke moest het worden? Deze. Wat zijn hier? Nummer 4. Maak even gelijk een reclame hoor, voor jullie. Ja. Hoe lang blijft dat zitten? 3 tot 5 dagen. Oh. Ik moet douchen en dan moet je hem droog deppen en niet eraf doen. Nee hoor, ik was zo met zonnecreme. Wat heb jij de kans gehad? Nee, zonnecreme en zo, en ze smeert hij dus helemaal. Ik
zoeken en gaan ze vinden. Ja. Altijd de laatste, toch? Ja, staat hij niet op het bord? Staat hij niet op het bord? Nee. Volgens mij niet. Zie hem niet? Nou, lekker. Ja, precies. Nou, doe even leuk editen. Mag je iemand zoeken die edit? Dat doet zij dan weer. Ik ook hoor. Ja? Ik doe het ook zelf. Dus. Oh, leuk. En zoveel geld heb ik niet om het te betalen. Ja. Nee. Mag ik jou mee doen? Ja, mee doe je editen? Adobe. Oh ja, ja. Premiere. Ga ik hem aan de binnenkant doen? Ja. Want dan zie ik hem het zelf het meeste, denk ik. Ja. Nee, liever dan zit er echt niet in. Ik kan het ook combineren als je wil. Dan heb je strikje rood, boven het strikje rood. Doe je love in het strikje rood. En achter je staan, strikje gewoon zwart. Ik ga achter je staan, hoor, niet schrikken. Ik mag eigenlijk waarschijnlijk. Ja. Die loopt dat wel. En nog zijn. Het is niet dat hij afgeeft, zeg maar. Maar dan weer, ja, soms als je je vinger erop zet, dan moet je dat met je vinger erin. Ja. Moest jij, had jij nog wat gevonden? Nee, of niet? Nee? Nee. Wat kost dat? 7 Sorry? Ja. Dit is allemaal van chocola. Kijk naar dat leuk. Ja, dit is ik dacht, het zijn gewoon beeldjes. Wat ja. Schattig, hè? Daar lijkt het wel iemand dat op. Nee. Is het allemaal in chocola? Nee, joh. Die dolfijn is gewoon, hè? Ja. Oh, dat is ook wel een mooi schatje. Hebben ze geen zwanen? Kijk eens. Ja. Ja, en mijn tante die is gek op zwanen, dus ja. Ja, ja, ja. Maar smelt het snel? Buiten? Ja. Nou, vooral met de zon. Met de hitte valt op zich wel mee. Een koeltas meenemen. Een koeltas meenemen dus. Ja. Ja. Hier staat hij mooi cool. Ja, hier staat hij mooi veilig. Kijk, dit gaat voor mijn vriend. Dank je. Tot zo. Doe een tasje bij gewild. Maak er niet in hoor. Hebben jullie normaal een winkel? Ja, hier voor u hebben wij een winkeltje. Mag ik daar een kaartje voor? Kijk, hier.
Oh, dat is Coco. Ja. Nee, omdat nou durf ik het niet mee te nemen. Nee, ik weet niet of ik het... En dit is ook allemaal voor chocola? Dat is ook allemaal voor chocola. Nee joh. Leuk hè? Geweldig. Dit is leuk hè? Snel. Een likeurtje, Elo. Ja, daar ben ik weer niet van. Ik heb een koeltas in de auto. Ja, ik heb in de auto, maar voordat we bij de auto zijn is hij al weg. Nee, ik ga een keer naar Hippo. Dat vind ik wel hè? En daar gaan we Ilona weer. Daar zijn leuk. We weer. Ja, en dan gaan we naar beneden. Jee. Het is wel lekker wonen volgens mij hier zo op het dekje. Ja, ik zag het. Je hebt wel lekker uitzicht. Zo op het dekje. Molentje. De beursdek. Beursdek, ja. Heb je een dikke beurs dan? Wat een rotroppertjes zijn dit, zeg. Zo. Je moet echt gewoon hier gaan staan om dus hier weer te komen. Anders red je hem niet. Kijk, dit is makkelijker. Zo, top. Lekker. Oké. Mama is dus nog. Mama is nu weer thuis, want ik was net ook al bij mama aan de deur. Maar toen was mama niet thuis en nu wel. Dus ik ga dus nu nog even naar mama toe. Dat is ook wel handig. De auto is even nog hier. En ik ga de auto weer even starten. En ik moet mijn geluid weer een beetje zachter zetten volgens mij. En een beetje aan het experimenteren met deze auto, zeg maar. Even opletten dat er niemand aankomt. Nope. Dus kan ik heel netjes mijn bocht maken. Wil soms dan wel een beetje te snel, dus ja. En anders wordt het zo meteen een stoeprintje. Zo, dan gaan we even naar mama toe. Dan laat ik mama deze mooie camera zien waar ik nou ook mee film, jongens. Dus ja, want mama die heeft ook wel oren naar deze mooie camera. Dus we
ik laat even deze camera zien. En ja, ik ben er al gewoon blij mee. En ik film af en toe ook nog gewoon met mijn eigen telefoon hoor. Dus een beetje kijken van hoe er wat. Hij remt zelf af, dat is grappig. Af en toe, mijn auto. Moet er soms nog een beetje aan wennen. Van oké, wat doet hij, wat doet hij niet. Wat doet hij wel. Dan gaan we zo meteen de klinkers op. 3, 2, 1. Daar zijn we al. Op de klinkers staan. En dan moet ik zo meteen weer even richting aangeven. Ja, even kijken of er geen fietsertjes aankomen. Of er geen ander verkeer aankomt. Nee, mooi, dan kan ik gaan met die banaan. Zo, dan ga ik nog even naar mama toe. Neem jullie gewoon even lekker mee. Dus joh, gezellig met mama. Naar mama toe, ook leuk. Yay! Ja, dag kraai, doei kraai. Hé, hey. Zo. Toppie, oppie, doppie, helemaal goed. Jullie hebben mama ook volgens mij nog niet eens gezien deze... Nee, volgens mij... Ja, wel, weet ik eigenlijk niet. Ja! Weet ik niet eens eigenlijk. Haha. Geen idee eigenlijk. Nee. Maar ja, maakt niet uit. Ik ben toch met twee camera's aan het filmen. Dus met deze mijn telefoon en mijn telefoon die heb ik dus nou niet aan. Alleen deze. Dus ja, dat ik mezelf ook nu kan zien en wat er gebeurt, et cetera. Dat is ideaal, zeg maar. Dat is makkelijk. Dat is echt makkelijk, hoor. Maar mama die weet dat ik eraan kom, want mama die belde mij al. Dus dat ik eraan, want ik vroeg al van, bent u thuis? Ja, ik ben thuis. Nou, dan kom ik toch eventjes nog even langs. Zo, even uitkijken, dat moet hij ook vanzelf. Vloggen en auto rijden tegelijk. Dat is ook nog een kunst voor mij. Dat moet ik ook nog eventjes even weten hoe ik dat wil gaan doen. Dus dat komt wel goed, joh. Dus gewoon een beetje opletten, kijken hoe ik dat allemaal wil gaan doen, joh. Maakt helemaal niet uit. Ik maak even een grotere bocht. Vind ik leuk. Kom ook mooier uit, zeg maar. Zo. Top. Helemaal goed. En dan gaat hij weer zo meteen piepen, hè, Wella? Piep, 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 piep. Niet. Oké, okay, net is wel dat ik hier al net... Kijk, dat zeg ik. Piep, 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 piep. Dat zeg ik. Hij was gewoon aan het etteren, joh. Piepelen. Vond hij leuk. En ik rijd een hele andere weg dan wat Ro altijd doet. Dus ik vind deze een stuk fijner, zeg maar. Zo, lady, lady, yo, 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 wat stikke mooi. Zo. Ik kan hem hiervoor zetten. Nee, ik ga hem daar gewoon weer neerzetten, joh, zoals net. Ook goed. Ik kan hem ervoor in knallen, ook leuk. Kan ik er achteruit. Ja, waarom niet? Ja, joh, je mond, dom ding. Dat vond mijn auto niet zo leuk, jongens. Voorin inparkeren. Maar ik sta wel. Yes. Ik sta helemaal goed. Dat is mijn handrem. Ja, nou, wij gaan even naar binnen. Dan kunnen jullie ook mama nog even zien. Ook leuk. Ja, toch? Wie dan? Ja. Ja, en toen had ik dus gezegd dat ik dus bij mama zou even naartoe zou gaan. Nou, ik ben dus bij mama. En ik laat mijn nieuwe camera's even zien. En mama die ziet ook even andere leuke dingetjes op het scherm. Dat zal ik even maar even uitleggen. Kijk, hier ziet u dus de microfoon. U ziet dus ja, beide. Ja, ja, ik zie het gaan bewegen. Ja, precies, ja. Dus ja. Dus dat is fijn. En dan heb ik dus ook een app op mijn telefoon. Ja, ik weet niet hoe dat verder nog werkt. Even kijken of die werkt. Even kijken, starten. Weet het niet hoor. Ik ga het gewoon even proberen. En toen deed mijn wifi het niet. Ook leuk. Handig. Ja, ik ben gelijk even dingen aan het doen. Ja, kijk. Oh ja. Ik zie mezelf dus hier ook. Dus ja. Nu.
Ik zie het. En dan kan ik gewoon kijken van hoe ik het allemaal doe. Dus ja, dus dat is wel ideaal, zeg maar. Ja. En ja, u moet het dus nou zo vasthouden. En met die stick, nou, dan is gewoon hier vasthouden, zeg maar. Ja. En nou kan u dus wel gewoon in één keer draaien. Hi. Er even bij. Hi. Hi. Nee, dat is een hele andere. Zit erbij. Oké, okay, dus die kan je niet meer gebruiken dan? Je hebt niet je mobiel. Hi. Hi. Kijk. Niet wezen. Hi, kind. Hi, schat. En daar ook nog een ander schat. Dus ja. Dus ja, maakt helemaal niet uit. Helemaal top. Hi, mams. Hi, schat. Alles goed? Nee. Nee? Nee. Jammer. Ja. Ja. Moet je zo ook zien hoe ze erbij liggen. Oké. Zo. Ze kunnen wel lekker lief liggen. Mm. Hè? Ja. Ze kunnen wel lief liggen. Als ze maar willen. Kijk toch. Hé, hey. Hallo. Elwin, lelijk. Ja, dan kom je naar mij toe. Nee, dat vraag ik niet. Doei, maar de koekoek jij. Ja, mensen, ook de vlog openen, dat is iets wat wij doen. Maar ook een vlog afsluiten, dat is ook wat we doen. Dus ik ga bij deze dus de vlog afsluiten. Gezellig bij mama, gezellig. Maar ik doe het woord, altijd handig. Maar vond je deze vlog nou leuk? En dat Ilona eens een keertje de vlog overnam. En wil je dat eens een keertje vaker hebben? Ik zou zeggen, laat dan even hier beneden weten. En dan doe het duimpje omhoog. Doe het belletje, want blijf je namelijk op de hoogte. En abonneren, want dat is gratis. En elke dag om 2 uur komt er een nieuwe vlog online. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.